Ik ben Julius Terpstra en in deze serie wil ik laten zien hoe hoog de woningnood is in Nederland. Ik ga op bezoek bij Eva, Jan, Kim en Cecilia, die ieder op hun eigen manier in de klem zitten door de huidige woningcrisis. Hoe gaan ze daarmee om en welke actie ondernemen ze? Kijk je mee? Vandaag ben ik in Alphen aan de Rijn en ga ik op bezoek bij Eva. Eva is 22 en verpleegkundige en ze is kaart op zoek naar een eigen woning. Nou Eva, leuk dat we hier mogen zijn. Dank dat je ons wil ontvangen. Graag gedaan. Met wie woon je hier? Nou, ik woon hier met mijn zusje en nog een broer. En mijn andere broer is net het huis uit. En dan nog bij mijn ouders. Dus we zijn nu nog met z'n vijven. Waar ben je eigenlijk nou op zoek? Nou, eigenlijk echt een woning voor mezelf. Dus het liefst misschien een studiootje, maar eigenlijk een appartementje. Ja, echt een plekje voor mezelf. Waarom lukt dat niet? Nou, ten eerste sta ik ingeschreven bij sociale huurwoningen. Maar daar kom ik eigenlijk niet voor in aanmerking, omdat ik gewoon te kort ingeschreven sta. En dan heb je nog de particuliere woningen. Nou, dat loopt al snel tegen die 1000 euro aan, 800, 900 exclusief. En dan komt er nog van alles bij. Dat is voor mij gewoon te veel geld. Ja, en koopwoningen, dat is voor in je eentje gewoon niet te betalen. Dus ja, dan houdt het op. Eva is inmiddels al 3 jaar op zoek naar een woning. Door haar hectische baan als verpleegkundige zoekt ze echt een plekje voor zichzelf. Soms heb je nachten, dan moet je overdag slapen. Dus dat zorgt er wel voor dat je echt je rustplek ook nodig hebt. Dus een kamer met een soort studentenwoning, dat zit er voor mij gewoon niet meer in. En dat het niet lukt met het vinden van een huis, hè? Hoe voelt dat voor jou? Ja, je wordt er gewoon een beetje moe. Je wordt er echt moe van. Ja, dat frustreert gewoon. Hey, en zo naar de toekomst kijkend, waar heb je je hoop op gevestigd? Nou, ik ben nu toevallig een IC-opleiding begonnen in het ziekenhuis. En dat duurt 18 maanden. Dus ja, daarna ga ik ook wat omhoog in salaris. Ja, en dan hoop ik dat ik natuurlijk wel iets meer kans maak op woningen. Maar stiekem hoop ik dat dat sneller gebeurt natuurlijk. En dat er gewoon meer betaalbare woningen komen. En dat ja, die woning voor mij er al eerder is dan over die 18 maanden. Om starters zoals Eva te helpen aan een eigen betaalbare woning, moeten we tot 2030 minimaal 1 miljoen nieuwe huizen bouwen. Wil je op de hoogte blijven? Ga dan naar cda.nl/wonen en abonneer je op ons YouTube-kanaal.